Sport en Grauw, wereldwijd, maar toch dichtbij. Gerard, we zijn weer een paar maanden verder. Er is heel wat gebeurd. Wat heb je van de verkoosje van positieve berichten niet van het Mienschapfonds? Nou, we hebben een geweldige bijdrage, een geweldige subsidie gekregen van 225.000 euro. En nou, daar zijn we natuurlijk geweldig blij met. En dan kom je in een stroomversnelling. Dan krijg je de felicitaties, dan krijg je bloemen, de vlag in top. En, maar ja, daar hebben we heel hard voor moeten werken. Ja. Om het uiteindelijk zo ver te krijgen. Ik was 2 weken op vakantie op Texel. Maar het was gewoon een werkvakantie, want die was voortdurend bezig met allerlei niet randzaken, maar belangrijke zaken om dus uiteindelijk dit te bewerkstelligen. Want ja, we kregen dus dat de bezwaren waren toegekend aan ons. De bezwaren waren ontvankelijk verklaard door de bezwarencommissie. Toen kregen we nog een keer een onderzoek daaroverheen. En uiteindelijk de jeugd en omwonenden waren de jeugd vooral heel erg positief. 95% was voor het plan. En bij de omwonenden waren 56% waren dus voor. Kijk, en de direct omwonenden die hebben natuurlijk toch wel een bepaalde, die zetten bepaalde vraagtekens neer. En dat is ook logisch. Maar wij waren ontzettend blij met die 225.000 euro subsidie. En nu gaan we voort. Wat je heel goed doet, is constant in gesprek blowen mooi de omwonenden. Hè? Ja, nou, we hebben dus 2 keer een bijeenkomst gehad. En ik loop daar regelmatig langs en dan spreekt men mij wel aan. Ja. Van hoe komt dit en hoe komt dat. En, maar nadat wij dus die subsidie toegekend hebben gekregen, hebben wij dus dan ben je dus met zoveel dingen bezig, maar we zullen dus straks zeker met weer rechtstreeks met omwonenden praten. Want wij willen dus met de toekomstige gebruikers, met de wijkagent, met een dorpenteam, een wijkenteam als het ware. En omwonenden willen wij een bepaald convenant afspreken. Dat we dus daar bepaalde regels vaststellen van zo gaan we dat met elkaar doen. En bovendien willen we dus op de MAVO, of op de OSG, Zevenwolden, willen we dus een camera plaatsen. Dat wij dus ook die jongelui in de peiling houden, die dus daar rottig uit gaan halen. En kijk, dat die sferende zaken, die moet je gelijk dus eruit snijden. Ja. Dan ben je weer op een 4e mei acties. Je hebt een hele grote verlotingactie op touw. Wat had er precies in? Nou, wij hebben gezegd van jongens, we hebben een sponsorcommissie, dat weet je. We hebben een sponsorcommissie die bestaat uit Jouke de Jong, Jouke Jumbo, ja. En Jan Fijken. Die zijn vrijwillig verplicht aangewezen, dus tijdens het guild. En nou, daar hebben we dus goede afspraken mee gemaakt en wat kunnen we gaan doen. En een van deze afspraken, een van deze acties is een hele grote verloting. En die grote verloting die zou dus in mei al gebeuren, maar toen hadden we nog geen groen licht. Maar we hebben nu groen licht van de gemeente met die 225.000 euro subsidie. En nu hebben we gezegd van oké jongens, we gaan nu door en op 21, 22 en 23 september hebben we een hele grote verloting. De prijzen die waren in principe allemaal al vastgesteld. We hadden dus een 12 tot 13 hele mooie grote prijzen. En daar komen nog een keer bij een ruim 50 prijzen als waardebonnen, dinerbonnen, boekenbonnen en noem maar op allemaal. Dus we hebben in totaal op dit moment 67 prijzen voor de verloting. En er zijn 5000 loten te verkopen. En die 5000 loten, die zijn 5 euro per stuk. Het is veel geld, maar je krijgt er ook heel, heel veel voor terug. Want als je ziet, als je dus de prijs wint om een dag te varen met de grootste scootie, met je hele buurt, of met de hele vriendenclub, dat is natuurlijk niet mis. Dus wat dat betreft is het natuurlijk allemaal fantastisch. Ja, ja. Het begint ook al steeds meer te leven in het dorp. Je hebt steeds meer mensen die het zeggen van, ja, het wordt wat concreter. Dat is ik positief. Wanneer kun je beginnen? Nou, we hebben dus een bouwcommissie weten te installeren. Harm Visser, de man, die heeft altijd gewerkt bij Oranje Woud. En die heb ik steeds op de hoogte gehouden. Hoe moet dit, Harm? Hoe moet dat? Want uiteindelijk als chemistiekleraar kun je natuurlijk niet alles weten. En dan heb je dus echt specialisten nodig.
En die had al gezegd tegen mij van, als er nou die subsidie rondkomt, dan gaan we dus even op tafel zitten. Nou, ik zei, ik kom graag even bij de voorzitter van de bouwcommissie. Hij zei, je bent voorzitter, geen gedonder. Nou, en dat is dus ook goed opgepakt. En toen zei hij van, nou, hij zei, jij moet nu bepalen wanneer de opening is. 15 oktober 2018 is de opening. Hij zei, kijk, en dan gaan we naar voren werken. Dan wordt er een tijdbalk neergezet. En dat zei ik dus ook bij de gemeente. En toen zei Homer de Jong, de man van vastgoed en grondbedrijf Leeuwarden. Hij zei van, ik wil even weten nu wat voor tijdstip het is. Want dan kan ik dat in mijn agenda zetten. Ik zei, 2:30. 15 oktober is de opening. En dat tijdpad, dat wordt nu uitgezet. We gaan tot januari gaan we dus door met vergunningen en met allerlei voorbereidende zaken. En daarna, na 1 januari 2018, gaan we dus de zaken allemaal niet in de stijgers meer zetten. Maar dan gaan we dus de piketpalen uitzetten van dan gebeurt dat, dan gebeurt dat. Dus wat dat betreft, we hebben alle medewerking van iedereen, net wat jij zegt, van het gaat leven in Grauw. En dat is natuurlijk heel belangrijk. En ook de jeugd, die is heel erg enthousiast bezig geweest met de prijzen op te halen. En ook andere vrijwilligers. Dus wat dat betreft, het leeft echt in Grauw. Wat toen dacht je, wordt een bijzonder ier van Grauw, mag ik dat wel zeggen? Ja, nou dat is ook zo. Want we hebben natuurlijk Gabus Kroor. Ja? Ja, natuurlijk geweldig. Maar wij staan ook op de lijst bij Culturele Hoofdstad 2018. Daar hebben wij dus een one-minute movie van mogen maken. Hier op de parkeerplaats, hier vlakbij het Sportpark Meijga. En die one-minute movie die probeerde dus direct te laten draaien bij Jumbo en bij Puys. Een doorlopende voorstelling. En dat is een geweldige reclame die wij mogen maken via de Culturele Hoofdstad 2018. Ja, dat is een geweldige film geworden. En daar deed alleen maar de jeugd op. Ik zou dat moeten doen, maar ik zei nee. Het plan is van de jeugd. Ja. En Demi van der Meer die heeft daar een geweldige rol in gespeeld. En die vertelt het hele plan. En de kinderen zijn daar ondertussen allemaal, om de kinderen. Maar de jeugd die is er dan ondertussen. Die zijn daar bezig met allerlei acties. Met inline skatehockey, met korfbal, met voetbal, met skateboards. En met freestep style. Ja, geweldig. Dus wat dat betreft, we hebben dus 2018 uitgekozen om het plan dus te openen. Maar het is eigenlijk een 3,5 jaar zijn we nu bezig. Ja. Nu op dit moment al. Dus dan hebben we na 4,5 jaar hebben we dus pas de zaken rond. Hopen we rond te hebben, laten we zo stellen. Maar ik wil er toch nog één ding van zeggen. Jeugd, die wil het allemaal gisteren klaar hebben. En die sappen heel snel. En wij hebben de jeugd dus heel erg goed weten te motiveren. Maar de kinderen, de jeugd, die vliegt uit. Die gaat naar Groningen, die gaat naar Leeuwarden studeren. En dan hebben ze geen tijd meer. En, maar ondertussen komt er weer van onderaf aan nieuwe aanwas van vrijwilligers. We hebben dus bij de basisschool hebben we dus een aantal ambassadeurs lopen. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, want die jongelui die... maar die gaan nu ook weer naar het voortgezet onderwijs. En nu hebben we nog maar één ambassadeur, dus we moeten weer nieuwe ambassadeurs bij de basisschool proberen te vinden. Maar dat komt wel goed. Goed plan, we zetten hem in de agenda, 15 oktober, 1:30. Ja, nee, dat zeker weten. Bij mij staat hij ook al in een nieuwe agenda. Sport in Grauw is hobby en vertier.